En vandaag, 13 februari, is het Wereld Radiodag. Deze dag wordt jaarlijks herdacht en is ingesteld door de UNESCO en de Verenigde Naties. Op deze dag worden wereldwijd evenementen georganiseerd door omroepen en radioverenigingen. Om het belang van vrije en onafhankelijke radio te benadrukken. Vrijheid van meningsuiting en vrije toegang tot informatie staan op Wereld Radiodag centraal. We zijn op bezoek geweest bij Radio Apinti en Radio 10. Enkele omroepers vertellen wat Wereld Radiodag voor ze betekent. Wel, Wereld Radiodag, het is niet echt bekend in Suriname. Misschien moet er meer bekendheid aan worden gegeven. Want in Suriname is het niet echt bekend, maar ik denk dat we breder bekendheid moeten gaan geven aan deze dag, een speciale dag. Voor mij betekent het dat het een dag is waarin we eigenlijk mensen binnen een community, binnen een land en wereldwijd eigenlijk entertainen. En dat met alle muziek van vroeger en van nu, in combinatie met alle actualiteiten die zich afspelen in de wereld, zeg maar. De mensen op de hoogte brengen van de laatste nieuwsjes. Dat zit zo'n beetje. Wereldradiodag is niet zo bekend in Suriname en de omroepers zijn van mening dat daar best wat aan gedaan kan worden. Allemaal vinden de omroep wel een hele leuke baan. Je moet, denk ik, overal interesse hebben in wat zich in de wereld afspeelt. Liefde voor muziek is ook een hele belangrijke rol, want het is merendeels toch ook wel muziek wat er afgedraaid wordt op de radio. En een vlotte babbel hebben, zeg maar. Dat een aangename stem hebben is ook belangrijk. En alles wat je kan leren binnen het vak, als je een beetje geluk hebt, dan krijg je dat mee van je omgeving. Natuurlijk word je eerst gescreend voordat je zo functie gaat vervullen. Van heb je wel inderdaad dat stemgeluid waar men naar zoekt? Ben je te vormen in jouw presentatie? Etcetera, etcetera. Nou, dus ik denk, voor jongeren die interesse hebben binnen deze branche, is het belangrijk om bijvoorbeeld veel te lezen en interesse te hebben in actualiteiten. Het is altijd een nieuwe ervaring, hè? Als ik dan praat ik over mijn eigen ervaringen. Het is altijd een nieuwe ervaring als je op de radio bent. En trouwens, dat hangt er vanaf hoor. Hoe jij je programmering doet. En het is altijd gezellig voor mij. Okay. En dat was dus Marcel Ramadien. En daarvoor zag je Jenny Thompson. En ze zijn allebei omroepers bij respectievelijk Radio 10 en Radio Apinti. We spraken ze in het kader van Wereld Radiodag, die vandaag wordt herdacht.